Als het goed is, zijn jullie met meer dan 1500 fysiotherapeuten bij elkaar. En ik vind het jammer dat ik daar niet bij kan zijn, want ik heb nog nooit zoveel fysiotherapeuten bij elkaar gezien. Maar er is een belangrijke reden waarom ik het jammer vind dat ik er niet bij ben. Want zoals jullie misschien weten is het net gestarte kabinet bezig met preventie en gezondheidsbevordering dat is een hele belangrijke taak voor ons. En wie kunnen we daar nou beter bij betrekken dan fysiotherapeuten die nadenken over gezonde levensstijl, over bewegen? En dus preventie. Natuurlijk doen jullie heel veel voor mensen met chronische klachten. Natuurlijk helpen jullie mensen van wie net een heup is gerepareerd of de meniscus. En natuurlijk zijn jullie in ziekenhuizen en verpleeghuizen bezig, maar toch ook gewoon in de wijk. En jullie helpen mensen meedenken over gezond bewegen, gezond leven. Kortom, preventie. Zoals jullie misschien weten, gaat het nieuwe kabinet een preventieakkoord sluiten. Daarin willen we het hebben over een paar thema's. Ten eerste roken. Maar zeker ook overgewicht. En het ministerie van VWS wil niet de ideeën daarover zelf bedenken. Daarover willen we in gesprek met de samenleving, met maatschappelijke organisaties, met zorgverzekeraars, met gemeenten, maar zeker ook met mensen uit de zorg, ook de eerste lijn fysiotherapeuten. Daarbij hebben we jullie dus nodig. Wij weten jullie voor een deel te vinden. Wij nodigen ook fysiotherapeuten uit voor gesprekken. Maar ik zou het heel erg toejuichen als jullie allemaal willen meedenken. Allemaal met concrete ideeën komen over de strijd tegen overgewicht. Ik nodig jullie daartoe uit. Denk met ons mee. Er zijn ook um, routes via social media waar, via welke je ons kunt bereiken. Ik zou het heel mooi vinden als jullie ons daarin ondersteunen. En ik wens jullie een hele fijne dag verder. Dankjewel.